Ook nu aan de telefoon hebben wij de trainer van Overwetering. Dat is Robert Slinkman. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag. Je hebt vandaag gevoetbald tegen MVV 29. Jullie hebben voorgestaan, alleen gelijk spel geworden. Ja, kun je ons even meenemen van hoe is jullie wedstrijd vanmiddag verlopen? Ja, we hebben de eerste helft echt slecht gespeeld. Hadden we ook wel met een nulletje of 4 achter moeten staan. Het was zoeken achterin. Michael van Breukelen geblesseerd. Wat voor mij toch wel mijn slot op de deur is. Jonny van Breukelen is vanmorgen ziek afgemeld. Bram van Bessen nog geschorst. Dus ja, het was even her en der wat schuiven qua bezetting op het veld. En dat zag je ook al terug. We waren overal met de late eerste helft. En zat het gelukkig maar 0-1. De tweede helft besloot om het plekken om te zetten, wat meer druk naar voren te gaan zetten. En ja, dat resulteerde vrij snel in een voorsprong die we eigenlijk tot de laatste minuut vasthouden. En dan onbegrijpelijke redenen keurt de scheidsrechter een buitenspeldoelpunt goed. Waarbij de tegenstander ook na afloop zegt van joh, maar die had hij niet goed mogen keuren. Nou, dat doet hij wel. En dan doet het toch best wel een beetje pijn dat je dan alsnog eigenlijk de 3 punten weggeeft. Ja, dat is zuur. Want zulke dingen kunnen natuurlijk niet teruggedraaid worden achteraf. Of is er nog een mogelijkheid toe? Nee, er is geen mogelijkheid toe. Maar als dus, ik zou zien natuurlijk een tegenstander dat ook ziet. En het was wel 2-3 meter buitenspel waar keurig voor gevlacht is. En, ja, daar doet hij uiteindelijk niks op uit. En dan is het zuur dat je de punten kwijt bent. En goed, aan de andere kant kijken. En wat ik net aangaf, dat ik 0-4 bij rust kunnen staan. Dan is een punt misschien wel prima. Maar goed, in strijd tegen degradatie. Zeker in thuiswedstrijd wil je natuurlijk gewoon je 3 punten halen. En zeker tegen een directe concurrent. En dat is helaas niet gelukt. Maar ik hoorde van in de eerste helft. Dat jij zegt wel van het had 0-4 moeten staan. Maar ja, dan heeft dus MVV. Ik hoorde dat jullie zowel beide veel kansen hadden en het beide ook niet maakten. Of klopt dat niet? Nee, zij hebben de eerste helft gehad. Wij hebben de kansen niet gehad de eerste helft. En wat ik zeg, dan mag je wel geluk spreken dat het dan 0-1 staat. In de tweede helft was wat meer in balans. En dan maken we die 2 doelpunten. Ja, wat ik zeg, dan is het zuur als je zo'n buitenspelgoal tegenkrijgt. Waarin ook MVV nu in de bestuurskamer ook met z'n allen zegt van joh, maar die had hij af moeten keuren. Ja, dat gebeurt niet. En we moeten toch verder. Volgende week SDC, lastige wedstrijd ook voor ons. En moeten we daar kijken of we daar kunnen stunten. Ja, want een koploper, hè? Hoeveel kans zie je dan daarin om te kunnen stunten? Nou ja, we hebben thuis met 7-2 van ze verloren. Eigenlijk echt kansloos. Maar het zijn bonuspunten, dus je krijgt gewoon vrijuit, kan je die gaan spelen. En we zullen onze huid zo duur mogelijk gaan verkopen. Ja, jullie kunnen natuurlijk gewoon voluit gaan. En zij kunnen, wellicht onderschatten ze jullie nog? Ja, ik hoop het. Ja, je hoort het. We zullen er alles aan doen om resultaat te boeken. Ja, precies. Je hebt er zelf natuurlijk vrij weinig invloed op. Dat is gewoon afwachten. Ja. Maar dan gaan we dat zien volgende week tegen SCC 12. Ja. Bedankt, Robert. Helemaal goed. Dankjewel.